Nederland, waterland. Het water is nooit ver weg en op de uitnodiging van menig kinderfeestje wordt niet gezegd wat er gaat gebeuren, maar wel dat je je zwemspullen moet meenemen. Nederlanders worden geacht te kunnen zwemmen. Toch maken kinderen het zwem-ABC vaak niet af. Ik denk bij ons dat 98% doorgaat voor het B-diploma en ongeveer de helft, driekwart, gaat door voor het C-diploma. En dan zit deze zwemschool nog ver boven het landelijk gemiddelde. Terwijl het zwemdiploma C, volgens de schrijver van het rapport Zwemmen in Nederland, juist heel belangrijk is. Kijk, diploma A is de basislagen, diploma B ga je net iets verder, iets meer geoefendheid. En C leer je ook heel veel zelfredzaamheid. Ik wil er in principe voor gaan dat ze in ieder geval A en B. En C zullen we wel zien, dat vind ik niet het allerbelangrijkste. Veel ouders vinden het hele zwem-ABC te duur. 3 diploma's halen kost gemiddeld €700. En niet iedereen kan dat betalen. Bovendien hebben veel ouders ook het idee dat kinderen met een A-diploma veilig zijn. Ja, dat is een misvatting. De reddingsbrigades die merken gewoon dat de kinderen die zij redden of waarschuwen, dat die minder zwemvaardig zijn. Ze merken dat die minder vaak diploma B of C hebben, vaak al diploma A. Ze merken ook dat ouders minder goed opletten. Dat alles bij elkaar maakt dat de zwemveiligheid in het geding is. Een van de oplossingen ligt volgens het onderzoek in het schoolzwemmen, dat op dit moment juist op steeds meer plekken wordt afgeschaft. Ook gemeenten moeten bezuinigen. Een oplossing is dan ouders te vragen om een bijdrage te leveren aan het schoolzwemmen. Of ze zijn aanwezig bij het begeleiden van de school naar het zwembad en weer terug. Of dat ze een financiële bijdrage leveren. Want kopje ondergaan is alleen leuk als je ook weer boven komt.